10% van de populatie leidt aan hypertensie of hoge bloeddruk, een aantal dat geregistreerd is bij personen onder de 40 jaar oud. Deze data is verzameld binnen het HEARTS-project dat loopt vanaf januari 2023 tot oktober 2024, legt Jerry Toulsy, voorzitter HEARTS Monitoringscommissie van het ministerie van Volksgezondheid uit tijdens een nascholingsbijeenkomst voor diabetes mellitus. Toulsy ging verder in op de cijfers van hypertensie. En de leeftijdscategorieën zie je dan vanaf 40 tot 50 jaar, dat is 16%, 50 tot 60 jaar, dat is 27%, en 60 tot 70 jaar, 30%, en groter dan 70 hebben we 18% in onze database. En de gegevens hiervan zijn verder geanalyseerd. Totaal bijna 4.841 mensen in ons systeem die we eindelijk vervolgen. Rakesh Gaidar Sukul, directeur van het ministerie, geeft aan dat het Suriname HEARTS initiatief als doel heeft het versterken van de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten en diabetes in het land. De implementatie hiervan is echter niet vrijblijvend. Het is noodzakelijk dat alle klinieken binnen de eerste lijn zorg conform het HEARTS-protocol gaan werken om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid op het hoogste niveau te waarborgen. Ik doe een dringende oproep aan alle zorginstellingen om actief te investeren in de bij- en nascholing van hun personeel door het vergroten van de kennis en vaardigheden van onze zorgverleners kunnen wij de hoogste standaarden van zorg voor onze patiënten waarborgen. Ook zal de huisarts in dit model een belangrijkere superviserende rol gaan spelen. Met deze verschuiving maken we de overgang van artscentrische naar patiëntcentrische zorg mogelijk, waarbij de zorg wordt afgestemd op de behoeften van de patiënt en niet andersom. Het ministerie heeft afgelopen zaterdag ook de lancering gehad van het HEARTS-DM-protocol dat data zal ontvangen van deelnemende klinieken. De data zal ook beschikbaar zijn voor iedereen.